afwachten, de opwachting maken. En wij zijn in afwachting. Ja, dat klopt. Maar we zien het team. Want de spoorwegen, het bekende logo. De Real Runners for Life. En dat is het team uit Eindhoven Den Bosch. Team 163, ook uit Parijs gestart. En zij komen eraan, ze hebben nog aardige afstand te gaan. Het team onder leiding van Arno Rovers. Het zijn medewerkers van de Nederlandse spoorwegen. Moet denken aan conducteurs, machinisten. De negende Europa Run alweer voor deze mensen. Ja, ja, ze weten wat het inmiddels inhoudt. En ze zijn besmet met het bekende virus, zullen we maar zeggen. Ze blijven terugkomen. 12.000 euro hopen ze dit jaar op te halen. Ook dat is een prachtig bedrag. We lopen net iets boven de 11 kilometer gemiddeld. Ja, niet nu uiteraard, maar het hele parcours tot aan de tijdregistratie aan het begin van de Erasmusbrug. Dat is een mooie snelheid. Ik heb het eerder gezegd, de teams moeten minimaal 10 kilometer gemiddeld lopen. Want stel dat u met uw vrienden uit het café denkt van nou, dat gaan we ook een keer doen. En u komt niet verder dan 4 kilometer gemiddeld. Dan hebben wij ongeveer 700 vrijwilligers nodig om u onderweg te blijven ondersteunen. En dat willen we niet doen. De sliert van teams mag niet te lang worden. Want anders is het voor ons als organisatie niet meer in goede banen te leiden. Vandaar dat die gemiddelde snelheid minimaal op die 10 kilometer moet zitten. Dus. En voor de rest bent u van harte welkom met familieteams, bedrijventeams, scholen of wat u ook maar wil. De sliert is inmiddels afgenomen tot bijna 43 kilometer vanuit Parijs en 47 kilometer lang vanuit Hamburg. Iets meer gerekt, maar het zal allemaal inhouden dat wij tussen nu en 6 uur alle teams hier op de Coolsingel mogen binnenhalen. Onder uw aanmoedigingen, onder uw applaus, maken we er met z'n allen een prachtig feest van hier op de Coolsingel.